Hey, het is Jelle van de Messy Chef hier, hè. Ik ben weer op stap voor de Leize. En deze keer wacht de taxi mij bij Jill. Jill is de dochter van een familie plantenkwekers en weet alles over de aubergine. De geknipte persoon dus om er alles over te vertellen. Zo worden de zaadjes in december geplant, dan worden ze naar de serre gebracht en krijgen ze allemaal een druppelaar. Terecht, want het is er keiwarm. Na de oogst worden ze gesorteerd op grootte en gewicht. De vruchten die overrijp zijn of wat foutjes hebben, die worden verwerkt bijvoorbeeld in sauzen. Maar deze mooie blinkende aubergines verpak ik schoon, zodat jullie ze kunnen kopen in de versafdeling. Graag gedaan. Of ik jullie wat inspiratie wil geven? Ah wel ja, nu dat ik hier toch ben. Ik maak vandaag een salade met aubergine. Surprise. Schil de aubergine en snijd ze dan in blokjes. Een aubergine is echt een spons die zeer veel olie en dus ook zeer veel smaak opneemt. Lekker krokant bakken en goed krijden is de boodschap. Ik voeg eerst een beetje komijn toe en dan een lekker snufje kurkuma en dat geeft ook een mooi kleurtje. Goed veel peper erbij, even opsmijten, check die kleuren en voilà. Even afkoelen en dan gaan we direct door met de rest. Ik heb graag iets krokant in mijn salade, dus ik rooster wat nootjes, hak ze fijn en doe ze dan al bij de aubergine. Allee op, ik ben ook zot van pita broodjes, dus ik snij die in stukken en bak die ook mooi krokant in de pan. Die chili, dat is voor straks. Voilà, die zijn super krokant en ze mogen al bij de salade. Een vleugje balsamico azijn, een beetje veenbesjes, chili erbij en dan een heerlijke romige mozzarella. Allemaal keigoeie vriendjes van onze aubergine. Een grote portie voor mezelf, afwerken met koriander en munt, een beetje olijfolie, zout en dat is klaar. Als dat geen zomerse salade is, dan weet ik het ook niet. Ik wist het, echt vrij lekker. Allee, salut!